Hey, welkom dames en heren bij Box Zoetermeer op deze online training nummer 7 alweer. Ik ben Jody, jullie trainer van vandaag. Hey, we gaan vandaag een boxcombinatie doen. Het wordt vrij uniek. Waarom? Omdat je zo meteen eigenlijk een touw nodig hebt. Die ligt hier. Vervolgens ga ik jullie op de pads nemen. Een stukje schaduwboksen komt er nog aan te pas. En aan het eind ga ik jullie nog een aantal oefeningen laten zien op de bokszak. Dus mocht je een bokszak thuis hebben hangen, dan komt deze oefening zeker van pas. Hey, zijn jullie er klaar voor? Hey, voor de eerste oefening, tevens je warming, heb je enkel een touw nodig. Dus ik verzoek jullie om in ieder geval de touw in de lengte te gaan brengen. Hoe weet je nou of die op de juiste afstand staat? Nou, simpelweg door je voeten op heupbreedte te plaatsen, op deze manier. Je ellebogen in je zij, zodat de handgrepen naar boven wijzen. Of dat je zegt van, joh, de handgrepen richting je oksels toebrengt. Dan gaan we starten met de training. We doen sowieso dan 5 rondes, afgewisseld met 2 rondes schaduwboxen, dus 3 rondes touwtje van 1 minuut, afgewisseld met 1 minuut schaduwboxen. Als jullie zover zijn, dan ben ik dat zeker. Gaan we starten. Let op. Lekker. Springen op 1 been, 2 keer links. 2 keer rechts. Je knieën licht gebogen houden. Hey, als optie kun je dus lekker op 1 been balanceren. Zodat je jezelf op die wijze helemaal uitdaagt. Wissel dan ook met het andere been. Nou, voor de diehards onder ons. Probeer deze variant maar eens even uit. Dus je knieën omhoog heffen ter hoogte van je heupen. Zodat je op deze wijze je hartslag als een raket omhoog laat schieten. Oké, als tussendoor ga je dus een stukje schaduwboksen. Dus 1 voet voor, andere voet erachter. Als je echt niet weet hoe je moet staan, is dit je ezelsbruggetje. Grote tenen bij elkaar. Je rechte teen naar buiten, je rechterhak achter, je linkervoet voor. Buig je knieën, zodat je stevig staat. Je rechterhand bij je wang of je kin, met je elleboog naar binnen. Linkerhand voor je gezicht, schouders lekker laag. En dan ga je dus lekker starten met het schaduwboksen. Kijk in de richting van je duimen, alsof je een schepbeweging maakt en vanuit je heup pomp je hem vanaf daar naar de tegenstander toe. Ja, de denkbeeldige tegenstander. Vergeet daarbij ook niet de hoeken. Ja, als je draait op de knie en heup bedoel ik naar binnen, elleboog op schouderhoogte, op deze wijze. Ja, dat is vanuit de zij-asie gezien, al die 6 stoten.
Oké, let goed op. We gaan zo meteen dus vanuit huis lekker starten met de boxpads training. Als ik een linkerhand ophoud, kom jij met een linkse directe, oftewel een jab. Ja, dus een jab. Een rechterhand, een cross, dus een rechtse directe. Let goed op, als ik het op deze wijze aangeef, ja, ter hoogte van mijn kin, kom jij met een opstoot. Een linkse opstoot wel te verstaan. Een rechtse opstoot. Zorg ervoor dat je je achterste knie en heup goed naar voren brengt. Ja? De linkerhoek geef ik op deze wijze aan, zodat jij met je linkerhoek goed in kan draaien. En als laatste de rechterhoek. Dus ik geef hem op deze wijze aan, zodat jij een lange hoek kunt maken. Zijn jullie zover? Ik wel. Let op. Vanuit hier. Oké. Stoot, opstoot, hoek, hoek. Ja, gewoon de basis weer. Linkse directe, links opstoot, rechts opstoot, linkshoek, rechtshoek. Achter elkaar weer. Pam, 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 pam. Vanuit het zij-aasje gezien. Pam, 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 pam. Nog een keer. Yep, 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 yep. Goed zo, van voor-aasje gezien. Vanuit hier. Oké. Hey, zojuist hadden jullie de eerste ronde net gedaan. Het waren namelijk de basisstoten. We gaan zo meteen lekker starten met de tweede ronde. De tweede ronde gaan we dus een combinatie pakken. Yes? Zijn jullie zover? Komt-ie. Links opstoot. Rechtse directe. Links opstoot, rechtse directe. Tat, tat. Links opstoot, rechtse directe. Doe nog twee maal. Laatste keer. Let op, er komt de linkerhoek bij. Ja, dus je hebt linker opstoot, rechts directe, linkerhoek. Komt ie. Laatste twee. Laatste keer. Nou, er komt weer een rechts directe bij. Dus je hebt een links opstoot, rechts directe, linkerhoek, rechts directe. Zijn jullie zover? Box. Goed zo. Hop, tik, tik, pap, boom. Gaan we die allemaal achter elkaar doen. Zijn jullie zover? Box. Komt ie. Dat was 1. Dat was 2. Dat was 3. Kom maar. 4. 5. Ja. 6. 7. 8. Laatste keer.
Derde ronde gaan we wederom weer een combinatie eruit knallen. We starten zo meteen met de rechtse directe. Geef hem op deze manier aan. Linkse opstoot, gevolgd door een rechtse directe. Zijn jullie weer zover? Ik wel. Box. Tak. Ja. Yep. Goed zo. Yep. Doe nog twee maal. Yep. Laatste keer. Yep. Oké, vanuit het zij-aanzicht gezien. Yep. Yep. Laatste twee. Laatste keer. Oké, vanuit het vooraanzicht gezien. Yep. 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 Laatste twee. Laatste keer. Oké, dan gaan we nu 10 achter elkaar pakken. Ready, set en box. Dat is 1. Yep. Dat is 2. 3. 4. 5. Kom op. 6. Hou vol. Nog 3. 2. Laatste. Oké. Top gedaan. Nou, jullie hebben net even lekker kunnen rusten, bij kunnen komen. We gaan door naar de vierde ronde. Vierde ronde, let goed op. Ik kom met de linkerhoek. Jij rolt onder mijn linkerhoek door. Kom vervolgens met de rechtse directe en de linkerhoek. Ja, dus nogmaals, je start vanaf het begin. Rechtse directe, linkeropstoot, rechtse directe. Ik kom met de linkerhoek. Jij rolt eronder door, countert met de rechterhoek en de linkerhoek. Box, kom maar. Yep. Pam, pam. Yep. Pam, pam. Yep. Pam, pam. Tweemaal. Yep. Pam, pam. Laatste keer. Yep. Pam, pam. Vanuit het zij-aanzicht. Yep. Yep. Pam, pam. Laatste drie. Yep. Tweemaal. Pam, pam. Laatste keer. Oké, vanuit het vooraanzicht weer. Kom maar. Hou het vol. Doordat het minuutje weer voorbij is. Kom maar, daag jullie uit. Hou vol. Laatste stukje nog. Niet opgeven, jongens. Kom op, kom op, kom op. Zet door. Oké, nou nu zijn jullie aangekomen bij de laatste, dus vijfde en laatste ronde. Dan gaan we al die zes combinaties, dus jab, cross, linkse opstoot, rechts opstoot, linkhoek, rechthoek,
allemaal elkaar vastplakken. Ja, en dat doen we dus een minuut lang, totdat je niet meer kan. Je moet in feite helemaal je naam niet eens meer kunnen uitspreken, alsmede je achternaam niet. Zijn jullie zover? Boksen maar. Ja. Pam, pam. Ja. Goed zo. Ja. Goed zo, opnieuw. Ja. Goed, ga door. Ja. 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 Kijk nou wat ik doe, hè. Dit doe. Mag je gelijk reageren. Nog een keer. Ja. Goed zo. Ja. Vanuit Zuid-Azië gezien. Ja. Kom op, jongens. Je bent niet moe, hè. Laatste keer. Vanuit vooraanzicht. Kom op, jongens. Hou vol. Als ik het kan, kunnen jullie het thuis ook. Kom maar. Versterk je immuunsysteem hiermee. Zorg dat je lekker fit blijft. Bam, bam. Nou, we zijn nu alweer aangekomen bij de laatste cyclus. En in de laatste cyclus wil ik jullie thuis uitdagen om op de bokszak af te sluiten. Nou, mocht je geen bokszak thuis hebben, zorg ervoor dat je in ieder geval je handschoenen aantrekt, tegen een kussen aan kunt stoten en als je vrouw of partner erg vervelend is, zachtjes toucheren. Ja? Ja, oké, dat heb je niet van mij, maar goed. Hey, we gaan zo meteen starten, een minuutje lekker op de bokszak. Start altijd in je bokshouding als je het echt niet weet. Jezusbruggetje, grote tenen bij elkaar, rechte tenen naar buiten, rechterhak achter, linkervoet voor. Sta in de bokshouding. Dan gaan we gewoon even lekker 5 rondes, gaan we knallen. Yes? Kom zo meteen met de linker opstoot laag. Komt ie. Doe nog 2 maar. Laatste keer. Rechter hoek hoog komt erbij. Dus je hebt een linker opstoot laag. Rechter hoek hoog erbij. Komt ie. Zorg dat je goed uitademt. Deze wijze op. Waar je ook kiest. Goed blijven ademen. Vanaf deze aanzicht gezien, linkse opstoot, laag, rechthoek hoog. Komt ie. Gelijk weer terug naar je kin. Altijd vanuit je dekking stoten. Laatste stukje nog. Nou, voor de tweede ronde komt daar zo meteen een linkerhoek bij. Rol onder een denkbeeldige linkerhoek door. Counter met de rechterhoek erbij. Ja, dus je start van het begin. Linkse opstoot laag. Rechterhoek hoog. Linkerhoek hoog. Rol onder een linkerhoek door. En dan komt daar weer een rechterhoek erbij. Gaan we die een minuutje doen. Box.
Oké, als het goed is hebben jullie de tweede ronde ook weer even kunnen overleven. De derde ronde die dient zich aan. En dan gaan we lekker weer starten met een combinatie jab, jab, cross. Ja, dus een jab, linkse directe, jab, cross. Ook wel nummertje 1 pst, en een nummer 2 genoemd. Boom, boom. Zijn jullie zover? Box. Zorg dat je je schouder goed indraait en die knie, achterste knie en heup met name, naar voren brengt. Let goed op, dit is een nummertje 3, oftewel een jab, cross, gevolgd door een pst, linkse hoek. Ja, dus een jab, cross, pst, linkse hoek. Zorg dat je goed pivoteert op de bal van je voet, dus indraait. Yes? Nou, rechtse directe komt er ook weer bij voor een nummertje 4. Boom, dus die twee, jab, cross, linkerhoek, gevolgd door een jab, cross, linkerhoek. Boom, rechtse directe. Box. Zijn we nu toch echt aangekomen bij de laatste ronde. Dat betekent dus vijfde en laatste ronde.
We gaan al die nummers, ja, aan elkaar vastplakken. Wat betekent dat? Je start weer met een linkse directe, oftewel een nummertje 1. Boom. Gevolgd door een links-rechts directe, oftewel een nummertje 2. Boom, boom. Vervolgens met een nummertje 3, ja, dus er komt een linkerhoek weer bij. Pats. En eindigend met een nummertje 4, oftewel een rechtse directe komt daar weer bij. Pam, pam. Minuutje, ik daag jullie uit. Box. Zo, dames en heren, thuis. Nou, dat waren ze. 3 cyclussen. Elk cyclus bevat 5 oefeningen. 1 minuut per oefening. Nou, ik heb in ieder geval weer lekker kunnen zweten. Ik ga ervan uit dat jullie dat thuis ook hebben gedaan. Nou, mochten jullie nog vragen hebben of dat je graag deze video wilt gaan aanbevelen aan anderen, zorg ervoor dat ze hier onderaan even op het knopje abonneren drukken, zodat wij deze olievlek lekker kunnen gaan uitbreiden naar mensen die dit soort boxworkouts ook nodig hebben. Hey, ik wil jullie graag een hele fijne dag toewensen en we zien elkaar bij de volgende online trainingsvideo. Be safe!